Hey jongetjes, meisjes, welkom bij mijn dagelijkse vlogje. Ik ben er weer. Het is 8:50 ochtends en ik ben al 2 uur aan het werk. Ik heb lekker pauze. Ik moest zo vroeg opstaan, jongens. Ik zet dus echt 3 of 4 wekkers. Mijn eerste wekker ging om 5 uur. Mijn tweede om 5:10. En dan begin ik met zo'n hele zachte wekker, weet je wel. Zodat je een beetje zo uit je slaap wordt gehaald, maar nog niet helemaal wakker. En dan een tweede wekker 10 minuten later. En een derde wekker 1 kwartier later. En dat is dan zo'n harde wekker, weet je wel. En dan moet ik eigenlijk echt wel opstaan. En dan doe ik nog een wekker 20 minuten later. Want dan ben ik laat aan het worden. Dan heb ik gewoon geen tijd eigenlijk meer om lekker uitgebreid te ontbijten of zo. Dan moet ik gaan opschieten. Dus echt zo'n laatste wekker. Nou. Ik heb al die eerste wekkers helemaal niet meegemaakt. Dat heb ik dus. Als ik vroeger moet opstaan, dan lukt het me gewoon niet. Want dan is het gewoon te vroeg. En dan hoor ik de wekkers gewoon niet. Dus ik hoorde alleen de laatste. Ik zo, shit, ik moet opschieten. Dus ik ben moe. Ik ben moe. Ik ben lekker aan het werken. Het is echt heel rustig ook nog, weet je wel. Dus je zit zo achter je computer. Maar goed. Ik heb een korte pauze. We hebben maar 10 minuten pauze. Dus ik ga straks weer er tegenaan. Maar ik wilde gewoon even goedemorgen tegen jullie zeggen. Maar goedemorgen. Ja, ik ben lekker klaar met werken. Ik wilde lekker een dutje gaan doen. Ik zit op Twitter te kijken. Terwijl ik aan lunch ben, zie ik dat er een melding is. Dat er brand is in het gebouw waar mijn homeboy woont. Dus ik hem message, want hij zit gewoon op zijn werk natuurlijk. Van, hé, er is brand op een huisnummer wat misschien bij jou in de buurt is. Dus het maakt ons een beetje zorgen. Van wat nou als het net de woning eronder is, weet je wel? Dan heb je zo die brand zo omhoog. Dan heb je dus echt wel kans op kookschade en zo. Dus wij nog een beetje nadenken, weet ik wel wat, bla bla. En uiteindelijk zeg ik gewoon, zal ik gewoon even gaan kijken? Hè? Dan ga ik wel even naartoe cruisen, ga ik wel even kijken. Dus ik wilde een dutje gaan doen. Maar dat ga ik dus maar gewoon lekker bij hem doen. Ga ik gewoon lekker in zijn bed crashen, waarom niet? Ja, want ik wil gewoon echt even een dutje doen, want ik heb dus straks de afspraak om 3 uur. Oké, en nou straks gaan we weer naar de beroemde rotonde. Waar mijn camera altijd valt. Maar dat ga ik gewoon niet meer doen, jongens. Want mijn camera gaat kapot zo. Dus ik ga hem nu alweer uitzetten. Ik ruik het wel. Ik zit nu op zijn verdieping. En ik zie aan de huisnummers in de lift. Zie je waar de huisnummers zijn. En er stond op Twitter dus welk huisnummer het was. En het is dus 1 verdieping naar beneden. En ik ruik het wel echt. Verbrand hout lijkt het wel. Maar ook nat. Dat er dus geblust is. Wat zielig. Ik schrik me dood, joh. Die lift gaat weg. Dus. Er is brand geweest. Meh. Zon schijnt. Hallo. Hey, luister even. Luister je? Ik luister. Ik heb nog maar 2 minuten batterij. Kom ik net achter. Was kak. En ik heb nog niet zoveel gevlogd. Dus het wordt vanavond verder vloggen. Want ik ga bij hem eten. So that's gonna happen. Wij gaan wraps eten. Wel 2. Ik ga er maar 2. En... Ik ga er maar 2 eten. Normaal... Niet rappers. Raps. 2. Normaal eten we er 3. Soms 4. Maar 2 is genoeg, oké? Okay? 2 is genoeg. Nee. Voor mij is 2 genoeg. Voor mij is het echt. Oké, maar jij bent ook wel een grote man. Portion control, ook belangrijk. Ik heb gehakt wraps. Nee, ik wil dus juist niet gehakt, want ik wil gewoon licht vlees. Dan niet. Volgende keer lekker in je eentje. Ja. Sorry. Zeg maar vast doei, want mijn batterij is zo leeg. Doei. Doei. Kijk, alles is leeg. Mijn camera is nu eindelijk vol. Mijn iPad en mijn telefoon. Allemaal in de oplader, want ze waren allemaal leeg. Ik ben weer thuis. En ik wil het hebben over Beyoncé en Jay-Z. Het is dit toch een prachtig voorbeeld van dat de roddelpers echt verschrikkelijk is. Dat je het echt eigenlijk gewoon nooit moet geloven. Weet je, dat weten we allemaal natuurlijk. Jay-Z en Beyoncé zijn altijd heel privé geweest. Nooit in de roddels, kranten en zo. Nooit in de... Weet je wel? Nooit ging het over hun. Want ze waren altijd zo privé. En dat vond ik altijd heel tof en zo. Dat ze zo waren. Maar toen Solange gek was geworden. Toen kwamen de roddels los. En nu echt constant. Elke dag is weer een nieuw artikel. Weet je wel. Op nu.nl of zo. Van ja, ze gaan zeker scheiden hoor. Ze gaan zeker scheiden. Ja, ze wonen al apart. Ze wonen al apart. Ze doen deze tour die ze nu alleen doen. Alleen maar voor het geld. Zodat ze heel veel geld hebben. Oh, en hoe gaan ze toch al die miljoenen verdelen? Oh, dit en dat. En je weet, tenminste, ik weet gewoon, je weet het natuurlijk niet, maar ik weet gewoon. Ze zijn gewoon lekker met z'n tweeën op tour en je ziet die foto's op haar Instagram en zo. En het is gewoon, ze hebben eindelijk iets waar ze dan artikels over kunnen schrijven, zodat ze lekker meer kliks krijgen op hun website, zodat er meer advertenties, weet je wel. Die roddelpers gaat los nu er eindelijk iets is gebeurd in het super privé leven van Jay-Z en Beyoncé. En het is nu weer avond en mijn wekker gaat straks weer om 5 uur. Ik ga heel erg dood zijn deze week. Anyways, ik ga naar bedje. Ik ga naar bedje.